Yo mensen, daar ben ik weer met de nieuwe FC Mobile video. Vandaag gaan we natuurlijk weer een video knallen. We gaan weer allemaal rewards vrij spelen. Ik ben gewoon lekker on fire, dus dat gaat helemaal goed komen. We gaan de sterpas kopen, dus dan kunnen we alle rewards die hierboven staan alvast claimen. We kunnen bij rivals of rivalen kunnen we alvast rewards vrij spelen. Dus dat is heel nice. En we gaan een zieke Aero actie doen. En daarvoor moest ik deze speler kopen, deze Belgische speler. Die kost 1 miljoen coins en alle Belgische spelers zijn gigantisch. Altijd omhoog gaan door deze inruilactie die we zo meteen kunnen gaan doen. Dus zo meteen kunnen we daar ook eventjes naar gaan kijken. Het is wel echt een inruilactie die de moeite waard is. Maar voordat we dat allemaal gaan doen en daarover gaan hebben, doe dat duimpje omhoog. 500 likes op deze FC Mobile video's. Heel nice zijn als dat gaat lukken. En abonneer, want dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. En mocht je trouwens nog mooie Bouskleding willen kopen, dat kan op Bous.nl. Is allemaal in de aanbieding, dus zeker weet even checken waard. Misschien leuk voor Sinterklaas of voor Kees. Dus mocht je iets willen, zeker weten checken. Maar laten we maar beginnen. En dan zal ik jullie niet te lang in spanning houden wat nou die inruilactie is. Dat is namelijk hier bij rivalen. Je kan namelijk 88 rated 3 smertens krijgen. Dan moet je 3 spelers van 82 inruilen. Nou, dat is niet zo'n probleem. Die krijg je vaak wel een keertje gratis. 5 spelers van 75 plus, dat is ook geen probleem. Oh nee, 6 spelers in totaal, maar die hebben de meeste wel. Als je een beetje speelt, dan heb je dat wel. Het enige probleem kan zijn dat je 2 Belgische spelers moet inruilen van 80 plus. Want daar had ik er maar eentje van. En al die Belgische spelers zijn gigantisch in prijs gestijgd. Dat is echt niet normaal. Maar op het moment dat je dit hebt, dan kan je voor 1 miljoen coins 88 rated 3 smetters halen. En nog 60 van die tokens. En die tokens zijn wel echt heel nice. Want uiteindelijk kan je daar natuurlijk vet goede spelers mee vrij spelen. 92 rated icons. Dus zometeen gaan we die tokens ook even inruilen. Maar eerst krijgen we 88 beoordeling 3 smetters. En ja, ik heb dus 1 miljoen coins hiervoor moeten betalen. En nog 1 miljoen coins voor die Belgische speler. Dus ongeveer 2 miljoen coins voor 60 van die tokens. En 3 smertens is dat gewoon hartstikke netjes. Ook al is hij een tradable, ik ga hem niet gebruiken. Maar het is gewoon een goede speler. En ik kan hem altijd misschien in de toekomst een keer gebruiken voor een andere inruilactie. Want stel je wil hier 60 van die punten krijgen plus een 88 rated speler. Dan moet je in totaal allemaal 84 plus rated spelers inruilen. En dan wordt het in één keer een stuk duurder. Trouwens, keepers heb ik wel redelijk wat van. Aanvallen, zo. Ah, dan moet ik allemaal spelers gaan kopen. Dat wordt echt veel te duur. Dus dat gaan we niet doen. Maar in ieder geval nice dat we nu 3 smetters hebben. En dan kunnen we meteen even naar rivalen gaan. Want ik heb hier allemaal rewards die we kunnen gaan krijgen. En ik ga proberen dus die Militao ook vrij te spelen. Want ik heb namelijk nog een manier hoe ik vet veel extra van die punten kan krijgen. Maar we krijgen hier in ieder geval nog coins erbij. Dus dat is ook chill. En we krijgen hier een speler tussen de 80 en 95, 2 standaard spelers en nog rood rivalen tokens. Ja, van die tokens, daar moet je er zoveel mogelijk van verzamelen. Want daardoor krijg je echt goede spelers. We krijgen hier nog Dudek en nog wat edelstenen. En dan zal ik meteen even aan jullie laten zien hoe ik dit zou willen fixen. Dat kan namelijk vrij makkelijk. Bij rivalen kan je hier van die rivalen punten krijgen. En ik heb nog allemaal van die Champions League punten. Dan zal ik even kijken, 40... Dat kan. En dan kan ik er in totaal 43 krijgen. Dus kijk, dat is wel chill. Dus dan hebben we in één keer 43 van die punten erbij. En ik had er in totaal 300 nodig. Volgens mij, als ik het goed heb. Maar wij kunnen hier ook nog erbij krijgen. En we hadden dan, als het goed is, als ik het zo doe. Oh, je kan maar 100 per keer. Oké, dan moet ik even 100 doen. Dan ga ik even kijken of ik dit nu precies voldoende kan krijgen om die Militao vrij te spelen. Het is geen speler die ik meteen ga gebruiken. Maar het is wel gewoon een, gewoon een goede kaart om er gewoon bij te hebben. Ik denk als ik het zo doe, dat ik er ongeveer ben. Ja, hier is die. Ja, heb ik precies goed uitgerekend. We hebben nu 300 punten. En dat betekent dat we nu die edelstenen kunnen vrij spelen. En die Dudek. En die Dudek is ook altijd nice. Ik vind het wel raar dat hij in één keer zo traag loopt. Dat heb ik normaal niet in FC Mobile. Dus ik denk dat ik het spel even opnieuw moet opstarten. In ieder geval die 500 edelstenen. Oh, hij loopt alweer goed. Hij begint alweer wat soepeler te lopen. En we krijgen Dudek erbij, dus dat is ook chill. Maar nu hebben we al deze rewards hier vrijgespeeld. En dat betekent dat we 88 rated Militao ook nog vrij spelen. Dus tweede 88 rated speler van deze video. En zo meteen in de pers krijgen we ook nog allemaal rewards erbij. Dus daar kunnen we ook hele goede spelers uit krijgen. Het enige jammer is dat Militao en ook Dries Mertens wel een tradable zijn. Maar zoals ik al zei, een keertje voor inruilacties of zo. Misschien dat ze in de toekomst nog best wel van pas kunnen gaan komen. Dus ik ben er zeker weten blij mee. Dan kunnen we ook nog even naar top gaan.
Want hier krijg je al die tokens. En ik heb al best wel wat tokens, om eerlijk te zijn. Ik heb 96 van die rode. En ik heb in totaal 175 van die blauwe. En uiteindelijk, als je ze beide wil vrijspelen, dan heb je er echt vet voor nodig. Ik ga kijken of dat uiteindelijk dat gaat lukken. Dus ik ga gewoon elke dag die opdrachten doen. En nou, we kunnen sowieso voor Blazanetti gaan. En mijn rode punten die ga ik nog bewaren. Want je kan ze altijd nog inruilen. Je kan dan hier 2 rode inruilen voor 1 blauwe. Dus stel je komt aan het eind nog iets te kort, dan kan je ze altijd nog inwisselen. Maar ik ga nu voor blauw, want daar heb ik nu het meeste van. En dan ga ik hier die rewards vrijspelen. En dan die rode bewaar ik nu eventjes. Ik ga niet meer opmaken. En dan kunnen we aan het eind van dit evenement kijken of we Maldini of Zanetti vrij kunnen spelen. Want hoe je het went of keert, dat zijn wel 2 zieke kaarten die je eigenlijk gewoon in je team wil hebben. En daar kan ik misschien ook met de links of rechts achter spelen, omdat het gewoon 2 hele goede kaarten zijn. Dus ik ga er wel voor sparen. Maar ik ga dus nu niet mijn rode punten nog uitgeven. Want mocht het niet lukken om Zanetti vrij te kunnen spelen, dan zet ik mijn rode punten in op de blauwe. En dan kan ik 1 van de 2 vrij spelen. Dus dan is het in dit geval Zanetti. Dus ik denk dat ik het op die manier ga doen. Maar laten we doorgaan met de rewards claimen. Ik was nog trouwens vergeten om hier mijn coins te claimen. Want ik had nog wat spelers verkocht. Dus dan krijgen we ook mooi wat erbij. Dan zitten we alweer op de 27 miljoen coins. Dus dat is wel lekker. Maar ik wil de sterpas nog even kopen. Want dan kunnen we hier namelijk ook allemaal rewards vrij spelen. En dat is natuurlijk ook net zo leuk. Oké, ik moest even wat geld zetten op mijn account. Want de aankoop lukte niet in 1 keer. Maar het is nu wel gelukt. Alles neemt trouwens nog goed op. Ja, alles neemt nog goed op. Dus dat is mooi. Sterpas is gekocht. En dat wouden we natuurlijk eventjes hebben. Want we willen natuurlijk al deze rewards hier zo claimen. En dan kunnen we ook spelers krijgen tussen de 83 en 92. En nog allemaal andere rewards. Dus altijd leuk om dit soort rewards te kunnen openen. 83 en 92. Daartussenin krijgen we een speler. En het is geen walkout. En dan is hij gewoon 83 qua beoordeling. Ja, meestal is het het laagst wat je kan krijgen. Maar heel af en toe krijg je in één keer een speler die mega goed is. Maar ja, dat is meestal niet het geval. We gaan door en dan kunnen we hier nog rewards krijgen. Coins kunnen we nog krijgen. Die kunnen we zo meteen wel in 1 keer claimen. En die slechte spelers ook. Ik ga gewoon even de betere packs bij langs. En dan kunnen we zo meteen eventueel die spelers nog verkopen. We krijgen eentje van 80 beoordeling. Dat valt wel mee. En nu eventueel weer een goede speler. Dan hoop ik dat het nu eentje is die echt goed is. Het is in ieder geval een walkout. Dus dat is in ieder geval een goed teken. Spanje centraal verdediger. Ik heb geen idee wie dit is. 85 Marc Bartra. Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar die is niet eens zo heel veel coins waard. Nee, die staat meer dan 999 keer op de markt. En die is met 300.000 coins waard. Dat is wel echt mega goedkoop voor zo'n goede speler. Ja, de rest kunnen we allemaal in 1 keer verzamelen. Krijgen we mooi wat edelstenen, FC-punten en van alles erbij. Dus dat is wel echt nice. Ik zie dat we hier trouwens ook nog een opdracht hebben voltooid. Oh, dit zijn van die uitdagingskaarten. Nou, helemaal prima. Dan kunnen we tot slot nog even wat packs gaan openen. Want ik heb meer dan 9000 edelstenen. Dus daar kunnen we ook nog wat mooie rewards mee krijgen. En dan heb ik volgens mij hier bij Rivalen alles wel geopend wat ik wou openen. Ja, inderdaad. En bij Rulebreakers, ja, op dit moment is dat evenement nog gaande. Heb ik nog 40 punten nodig. En dan kan ik weer 1 keer Mascherano krijgen. Want die wil ik krijgen. Want dat zijn de spelers waar ik iets aan heb. Voor de rest heb ik niet zoveel aan die andere rewards. Maar laten we even kijken. We hebben dus in totaal 9000 edelstenen. En dan kunnen we hier bij Rivalen kunnen we packs gaan openen. En dan kunnen we deze openen. Dat zou kunnen. We kunnen bij Black Friday kunnen we packs gaan openen. Dat zou ook kunnen. Dan krijg je weer andere soort spelers. Maar Rivalen is wel het leukst, omdat dat het evenement is wat nu gaande is. Je hebt hier ook Rulebreakers. Dat zou ook nog altijd kunnen. Ja, hier heb je ook wel goede spelers. En ik denk dat minder mensen die Rulebreaker packs openen. Dus misschien dat we hier wat meer geluk uit hebben. Ja, dan ga ik mijn edelstenen hier aan opmaken. En dan gaan we even kijken wat we hier nog uit kunnen krijgen. En we beginnen meteen met de walkout. Dus dan hoop ik dat het meteen echt een goede is. Dat zou mooi zijn. Centraal verdediger uit Frankrijk, Leipzig. Dit is Lukeba. Nou, die is niet mega goed. Nee. Nou, op zich, hij is prima. Maar het is geen speler die miljoenen coins waard is. Dus dat is jammer. Bonucci van 80 beoordeling. We gaan gewoon lekker door met het openen van deze packs. Ik heb nu een keuze gemaakt, dus we gaan nu ook door met deze packs. Vaak krijg je wel veel spelers en ook redelijk wat coins. Maar echt veel, of een speler die echt veel coins waard is, die kans is wel heel klein. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Deze komt uit Amerika.
En ja, hij is ook 170.000 coins waard, dus dat valt mee. Maar we kunnen nog 2 of 3 packs openen. Dus met een beetje mazzel gaan we nog goede krijgen. Nu nog 2 packs. En we krijgen 675.000 coins en 2 gouden spelers. Dus dat is op zich wel netjes. Dat was een prima pakketje. En we sluiten niet af met de walkout. Dus dat is wel jammer. Maar dan kunnen we nog 1 laatste ding kopen. En dat heb ik eigenlijk nog een beetje geheim gehouden. Ik heb namelijk vet veel van deze punten hier zo. Die krijg je als je Division Rival speelt. En dan krijg je spelen tussen de 88 en 94 beoordeling. En de kans op een 90 rate spelen is gewoon 25%. Dus die kans is echt wel aanwezig. Dus hier sluiten we mee af. En deze speler is denk ik tradable. Dus daar kunnen we heel veel coins mee gaan verdienen. Hoe dan ook, het is een walkout. Laat het eentje zijn die rond de 90 beoordeling is. Dat zou mooi zijn. Is het Courtois? Dit is Courtois. En welke beoordeling heeft hij? 90 heet het Courtois. Dan ben ik benieuwd. Die is gewoon 20 miljoen coins waard. En hij verkoopt gewoon. En hij staat mega vaak op de markt. Is dit, ja, wat? Willen zoveel mensen Courtois kopen? Blijkbaar. Oké. Okay. En in mijn team heb ik natuurlijk Onana staan. En volgens mij is die een tradable. Ja, die is een tradable. Dus dan kan ik Courtois natuurlijk beter verkopen. Maar aangezien die zo vaak gekocht wil worden, ga ik hem natuurlijk op dit moment niet verkopen. Want die prijs die gaat sowieso nog stijgen dan. Want die is al heel erg gestegen de afgelopen tijd. Maar als meer dan 1000 mensen een Courtois willen kopen en hij wordt niet verkocht, dan gaat hij sowieso nog meer in de prijs stijgen. Dus dat is wel nice. Dan hebben we gewoon, nou, ik denk zo meteen als hij wel prijs is gestegen, 25 miljoen coins verdiend door een gratis pack te openen. Want deze packs, die krijg je gewoon door te spelen. De rest van mijn punten ga ik bewaren. Ik heb nog wel wat. Of ja, hier zouden we er nog eentje van kunnen openen. Maar de kans dat je hier een goede speler uit krijgt is wel echt heel erg klein. Dus dat gaan we dan nu niet doen. Dan bewaar ik mijn punten en dan kunnen we misschien binnenkort nog zo'n grote pack openen. Ja, als hij misschien weer een keertje terugkomt. Maar dat zien we wel. Ik laat het er in ieder geval bij voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de bouwsarmykleding. Hoi.